Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Deze aflevering gaat verder met het Johannes-Evangelie hoofdstuk 16. In de vorige uitzending zijn de eerste acht versen van dit hoofdstuk al aan de orde geweest, en uit deze hoofdstukken blijkt de sterke betrokkenheid van de Heer Jezus bij de zijnen. Hij bemoedigt hen. Hij bereidt hen voor, zodat ze sterk blijven voor de waarheid en het Evangelie vrijmoedig bekend zullen maken. In deze gedeelten draait de Heer er niet omheen dat de discipelen ook zullen lijden. Niet alleen door mensen die nergens in geloven, maar ook vanuit het godsdienstige systeem. Ze zullen zelfs uit de synagogen gebannen worden. Later lezen we in Handelingen dat die dingen ook werkelijk gebeurd zijn. En vandaag is het eigenlijk nog niet veel anders. De wereld haat Jezus, omdat zij de Vader en Jezus niet kennen. Tegelijkertijd is dat precies de reden waarom voor een gelovige alles anders is. Hij kent immers de Heer Jezus en door Hem de Vader wel. Het leven met Christus is meer waard dan alles. Hij zet ons er echter wel bij stil dat het geen garantie op een makkelijk leven biedt. Wie Jezus volgt, moet dagelijks Zijn kruis opnemen. Maar in alle omstandigheden wil Hij ons helpen, naast ons staan. En dat verandert alles. Hij heeft deze woorden in Johannes 16 gesproken, zodat de discipelen, maar ook wij, die woorden zullen herinneren wanneer het nodig is. Wij leven in dit land in vrijheid om te geloven. Laten we die vrijheid gebruiken, laten we de tijd ook gebruiken om het Woord van God volop te leren kennen. Dan kunnen we het ons herinneren als de dagen moeilijker zijn. Of op de momenten dat we geen Bijbel kunnen lezen. We gaan verder met Johannes 16 vanaf vers 8. In de vorige uitzending hebben we gezien dat de leerlingen van de Heer Jezus zijn heengaan helemaal verkeerd beoordelen. De heiland heeft hen toen laten zien wat de ware betekenis van zijn heengaan is. De volgelingen van de Heer Jezus kregen toen te horen dat het juist in hun voordeel was dat hij wegging. De reden waarom het voor zijn discipelen juist goed was dat hij wegging, was dat dan de Heilige Geest kon komen. De belofte van de Heilige Geest maakt deel uit van de verheerlijking van de Heer Jezus. De Heilige Geest zal hun alles in herinnering brengen wat Jezus tot hen had gezegd. Er was helemaal geen aanleiding om verdrietig te zijn. Om dat duidelijk te maken, had Jezus aangegeven wat de Heilige Geest ten aanzien van de wereld zou doen. Hij ging daarbij uit van het beeld van een rechtszaak. Hij zelf voerde een geding. Met de ongelovigen. In dat proces zou de Heilige Geest als paracleet, dat wil zeggen als Zijn advocaat, een unieke rol spelen. De Heilige Geest zal de wereld met bewijzen overtuigen met betrekking tot zonde, gerechtigheid en oordeel. Daarbij zal de Heilige Geest zich ook bedienen van het getuigenis van de leerlingen van Jezus. Johannes 16, vers 8 tot en met 11. En wanneer hij komt, zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij weigeren in mij te geloven. Van rechtvaardigheid, omdat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zullen zien. Het oordeel houdt in dat de heerser van deze wereld al geoordeeld is. Overtuigen is een woord dat wordt gebruikt in de rechtspraak. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen op de manier waarop een aanklager of een advocaat bewijzen aandraagt. Het betekent in dit verband overtuigend aan het licht brengen, zodat er niets tegenin gebracht kan worden. De Heilige Geest van God wil bewijs in het hart van een mens brengen om tot een overtuiging te komen. En als er niets meer tegenin te brengen is, wordt er een besluit genomen. In geestelijk opzicht betekent dit dat er eerst een overtuiging moet komen, voordat de mens zijn of haar geloof in en vertrouwen op de Heer Jezus stelt. Vandaag wil de Heilige Geest de wereld van drie dingen overtuigen: van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. In vers 9 tot en met 11 zien we hoe de Heer Jezus zijn woorden uit vers 8 voor elk van de drie punten nader voor zijn leerlingen uitwerkt. Eerst zal de Heilige Geest van zonde overtuigen, dan van rechtvaardigheid en tenslotte van oordeel. Met betrekking tot zonde zal de Heilige Geest overtuigend aan het licht brengen dat de wereld niet in hem gelooft. Jezus doelde in dit verband vooral op de Joodse leiders. Zij weigeren in mij te geloven. Jezus had de Joodse leiders dat ongeloof al eerder verweten. De Heilige Geest zal dit nog eens onderstrepen door de gezindheid die achter dat ongeloof steekt te ontmaskeren. En daarmee onthult de Heilige Geest de eigenlijke zonde van de Joodse leiders hun vijandige houding tegenover Jezus en hun weigering om in hem te geloven is zonder meer zonde en laat schuld op hen die om verzoening vraagt. Wie is vandaag de grootste zondaar of wat is de ergste zonde? Luisteraar, daar kunnen we het best over hebben. En er is ook zeker van alles over te zeggen. Maar meestal blijven wij dan zelf buiten schot. Ja, zal iemand zeggen. Wil je beweren dat ik de grootste zondaar ben? Nou, ik wil helemaal niets over u beweren, want dat kan ik niet. De Bijbel laat zien dat het er helemaal niet om gaat of er kleine en grote zondaars zijn. Romeinen 3, vers 23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Net zo goed als een mens na één moord alle moordenaar is. Zo is dat ook met de zonde. Zonden vragen om verzoening, en de enige die de zonde kan verzoenen is Jezus Christus. Zolang een mens daarvan niet is overtuigd, is er geen verzoening voor zijn of haar zonden. In dit licht blijkt ongeloof de grootste zonde te zijn, want daarmee stort de mens zichzelf in de eeuwige verlorenheid. Openbaring 20 vers 10 beschrijft wat de eeuwige verlorenheid is. Dan komt de mens op de plaats die God klaar heeft gemaakt voor de duivel en alle die hem volgen. En de duivel die hen heeft misleid, werd in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepeinigd worden voor altijd en eeuwig. Weet u, luisteraar, ik zou willen voorkomen dat u daar terechtkomt omdat u de woorden van de heer Jezus niet hebt geloofd. Laat u met God verzoenen. Als u niet op Christus vertrouwt, bent u voor eeuwig verloren. Zo eenvoudig is het, maar het is ook van levensbelang. Een mens moet een keuze maken voor of tegen Christus. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die niet te delegeren is. en niet aan iemand anders kan worden opgedragen of afgeschoven. De grootste zondaars zijn mensen die Jezus Christus verwerpen. en hem niet geloven op zijn woord. Voor de moordenaar aan het kruis. is de genade van God zo groot. dat hij met de Heer Jezus in het paradijs mag zijn. Maar iemand die God niet gelooft. Zal nooit een plaats bij de Heere God vinden. Jezus zei in Johannes 15, vers 22: Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor de zonden die zij doen. Het tweede punt waarvan de Heilige Geest zal overtuigen, is rechtvaardigheid. De Heer Jezus betrekt dit begrip op zichzelf. Zijn tegenstanders meenden in hun recht te staan, en daarom willen ze Hem veroordelen en ter dood brengen. Hij was in hun ogen een zondaar. Maar de Heilige Geest zal overtuigend aan het licht brengen dat zij het bij het verkeerde eind hebben. Niet zij hadden het recht aan hun kant, maar Jezus. Het bewijs. Dat de Heilige Geest als advocaat daarvoor aandroeg, is het feit dat Jezus naar zijn vader ging. Wanneer Hij zoon zondaar was, als zij beweerden, dan zou God de Vader hem niet tot zich nemen. Maar dat doet de Heere God nu juist wel. Op die manier zou Hij Hem gerechtigheid bewijzen. 1 Timotheus 3, vers 16 en Hem verheerlijken. Johannes 17, vers 5. Zodoende zou Jezus in de rechtszaak tussen Hem en de wereld aan het langste eind trekken. De Joodse leiders zullen het geding verliezen en in het ongelijk worden gesteld. Daarmee is de verwerping van de Heer Jezus als onrecht ontmaskerd. En de Heilige Geest zou hun dit zo duidelijk laten zien dat zij daar niets tegenin kunnen brengen. Dat geldt voor de Joodse leiders. Maar ook wij hebben de rechtvaardigheid van Christus nodig. In Filippenzen 3, vers 8 en 9 lezen we: Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op. Dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen God en ons, als wij maar in Hem geloven. Ten slotte zal de Heilige Geest de wereld ook nog het onmiskenbare bewijs leveren van wat oordeel is. Zijn tegenstanders menen nu wel in hun recht te staan en Jezus te kunnen veroordelen en doden, maar het tegendeel is het geval. Niet Jezus haalt zich het oordeel op de hals, maar de Joodse leiders roepen met hun handelwijze het oordeel over zichzelf af. In dat kader zal de Heilige Geest hun de ogen openen voor het feit dat de overste van deze wereld al is geoordeeld. Nog even en Jezus zou sterven aan een kruis. Dan zal het lijken alsof de overste van de wereld het rechtsgeding had gewonnen. Maar ook dat zal de Heilige Geest onthullen, dat juist het tegenovergestelde waar is. De werkelijke stand van zaken zal zijn dat Satan is geoordeeld. En wat voor hem opgaat, dat is ook van kracht voor degene die zich door hem lieten en laten gebruiken. Het is moeilijk voor veel mensen om te begrijpen dat we vandaag al leven in een veroordeelde wereld. We horen mensen zeggen: We hebben nog een kans. Ze leven en handelen alsof ze nog moeten worden geoordeeld. Maar wij mensen leven nu al onder het oordeel. Oké, okay, het eindoordeel is er nog niet, maar dat maakt geen verschil. Het staat nu al vast dat u, jij en ik schuldig staan tegenover God. Romeinen 6 vers 23. De zonde betaalt een hard loon, de dood. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Ewig leven met Christus Jezus, onze Heere. De uitspraak van de hemelse rechter is schuldig, tenzij Jezus Christus uw zonde heeft verzoend. Johannes 16 vers 12 tot en met 14 Ik zou jullie nog veel meer moeten zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit zichzelf. Maar Hij geeft door wat Hij hoort en Hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat Hij van mij hoort, zal Hij mij verheerlijken. Er volgen nu een aantal versen die betrekking hebben op wat de Heilige Geest zal doen in de kring van Jezus leerlingen en daarna in de gemeente. Zijn leerlingen krijgen te horen dat Jezus nog veel meer tegen hen moet zeggen dan Hij die avond al deed. Alleen, zij konden dat alles nu niet dragen. Na wat Hij tegen hen had gezegd, over vervolging en martelaarschap hadden zij al genoeg te verwerken. Bovendien zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat zij het naderhand zullen begrijpen. Hij zou hen de weg wijzen naar de volledige waarheid. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. Hij wil ons de weg naar de hele waarheid wijzen. Hij leidt de apostelen precies zoals de Heer Jezus had gezegd. De Geest van God kwam met Pinksteren en leidde de volgelingen van Christus bij alle dingen. In de versen 12 tot en met 14 lezen we over het werk van de Heilige Geest in zeven stappen. Ik zet ze nog een keer op een rijtje. De eerste: De Heilige Geest is gekomen, de Geest van de Waarheid. De tweede: Hij wijst de weg naar de volledige Waarheid. Ten derde. Hij spreekt niet uit zichzelf. En ten vierde, hij geeft door wat hij van de Vader en Jezus hoort. Ten vijfde, hij zal bekend maken wat komen gaat. Ten zesde, hij zal Jezus verheerlijken. En ten zevende, hij zal alles wat hij van Jezus hoort aan jullie vertellen. Johannes 16, vers 15: Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort, aan jullie zal vertellen. Opnieuw stelt de Heer Jezus zich gelijk aan God. De Heer vertelt dat alles wat van God de Vader is, ook van hem is. En dat zal de Heilige Geest laten zien. Dat kan alleen de Heilige Geest. 1 Corinthiëus 2, vers 9 en 10. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht. Dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem lief hebben. God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt, want voor de Geest van God is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Voor ons mensen zijn veel dingen verborgen, maar voor de Heilige Geest niet. Johannes 16, vers 16. Nog even, en jullie zullen mij niet meer zien. En niet lang daarna zullen jullie mij weer terugzien. Zoals het vervolg laat zien, klinken deze woorden van de Heer Jezus de leerlingen raadselachtig in de oren. Daarom is het van belang te letten op het voorafgaande. Jezus begint tegenover zijn leerlingen nog eens over Zijn heen gaan en Zijn terugkomen. Hij doet dat vlak nadat Hij met hen heeft gesproken over het komen van de Heilige Geest. Wat bedoelde Jezus? Hij bedoelde dat hij zou worden gearresteerd, en dat zij als schapen verstrooid worden en van hem gescheiden. Dan wordt hij gekruisigd en begraven, en is dan een korte tijd van hen verwijderd en niet te zien. Op de derde dag zal hij weer terugkomen, en zullen zij hem weer zien. Johannes 16, vers 17 tot en met 20. Enkele leerlingen zeiden tegen elkaar: Wat zou hij bedoelen met nog even? En ik ga naar de vader. Wij begrijpen er niets van. Jezus wist wat zij hem wilden vragen en zei: Jullie vragen je zeker af wat ik bedoel met nog even, en jullie zien mij niet meer. En niet lang daarna zullen jullie mij weer terugzien. Luister goed. De mensen zullen blij zijn over wat er met mij gebeurt. Maar jullie zullen verdrietig zijn, maar jullie verdriet zal omslaan in blijdschap. De leerlingen wisten met die geheimzinnige uitspraak, die de heer Jezus daarnet tegenover hen deed, niet goed raad. Daar kwam nog bij dat zij een tegenstrijdigheid bespeurden tussen wat zij nu van Jezus te horen kregen en wat hij eerder die avond tegen hen had gezegd. Daarom neemt hij zelf het initiatief. Om aan hun verlegenheid een einde te maken. Om Jezus sterven zullen de leerlingen rouw bedrijven. De houding van de ongelovige wereld, met name de Joodse leiders, zal daarmee een schrille tegenstelling vormen. Zij zullen het gevoel hebben gewonnen te hebben. Hun leedvermaak zal een bevestiging zijn van wat de Heere over de haat van de wereld had gezegd. Maar bij deze verdrietige gang van zaken. Zou het niet blijven? Hun verdriet zal spoedig in vreugde omslaan. Al vlak na zijn opstanding zal dat het geval zijn. Maar nog des te meer na het komen van de Heilige Geest. De Geest zal hun er de ogen voor openen. Dat wat eerst een aanleiding is tot diepe rouw, het kruis, zal later een reden zijn tot grote vreugde. Johannes 16, vers 21 en 22. Net als bij een zwangere vrouw die moet bevallen. Tijdens de geboorte heeft zij veel pijn, maar als het voorbij is, denkt zij niet meer aan de pijn en de moeite, zo blij en gelukkig is zij met haar kind. Jullie zijn nu wel verdrietig omdat ik wegga, maar ik zal jullie terugzien. Dan zullen jullie blij zijn en die blijdschap kan niemand jullie meer afnemen. Met behulp van een gelijkenis wil de Heer Jezus zijn leerlingen duidelijk maken dat het hun zal vergaan zoals het een barende vrouw vergaat. De geboorte van een kind gaat met weeën gepaard, met pijn en soms ook angst. Maar als haar baby eenmaal geboren is, is zij van pure blijdschap al de pijn en moeite snel vergeten. De Apostel Paulus verwoordt het naar de toekomst toe in Romeinen 8, vers 18. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Johannes 16, vers 23 en 24. Als het zover is, hoeven jullie mij niets meer te vragen. Luister goed. Ik zeg dat jullie dan alles rechtstreeks aan de Vader kunnen vragen, en Hij zal het jullie geven in mijn naam. Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven. In deze versen spreekt de Heer voor de derde keer over het bidden in Zijn naam. Over het bidden in Zijn naam hebben we al in een eerdere uitzending gesproken. Jezus zit in de hemel aan Gods rechterhand om voor ons te bidden. Johannes 16, vers 25 tot en met 27. Ik heb tot nu toe veel beeldspraak gebruikt, maar er komt een moment dat dat niet meer nodig is. Dan kan ik jullie zonder beperking over de vader vertellen. Als het zo ver is, kunnen jullie in mijn naam bidden. Ik hoef dan niets meer voor jullie aan de vader te vragen, want de vader houdt zelf van jullie, omdat jullie van mij houden en geloven dat ik bij hem vandaan kom. Maar er komt een moment. De Heer Jezus nadert zijn kruisiging, het uur van verzoening waarvoor Hij in de wereld is gekomen. Daarna mogen zij tot de Vader bidden in Jezus' naam. De heiland geeft onderwijs over Zijn Vader. Hij zegt feitelijk: Denk niet dat ik de Vader moet vragen om jullie gebed te verhoren. De Vader zelf heeft jullie lief. Ik hoef Hem niet te vragen jullie lief te hebben. Hij houdt van jullie. En dat is de reden waarom Hij jullie antwoord geeft als jullie in mijn naam tot Hem bidden. Luisteraar, dat mag ook voor vandaag gelden. God de Vader wil naar uw gebeden luisteren en antwoord geven. Johannes 16, vers 28. Ik ben van de Vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld en ga terug naar de Vader. Vers 28 is het slotwoord van de toespraak die de heer Jezus die avond voor zijn leerlingen hield. Hij was van de Vader uitgegaan en had van hem een bepaalde opdracht meegekregen. Het duurt niet lang meer en dan heeft hij zijn zending en missie volbracht. Dan gaat hij de wereld weer verlaten om naar de Vader terug te keren. Met deze bondige uitspraak keert de heer Jezus naar zijn uitgangspunt terug. De aankondiging van zijn heengaan maakte de leerlingen nogal verdrietig. Maar na alles wat hij verder nog tegen hen had gezegd, zien zij hopelijk in dat zijn heengaan in hun voordeel is. In deze woorden van de heiland klinkt iets van een triomfantelijke zekerheid door. In het algemeen zijn de meeste uitleggers ervan overtuigd dat de kern van het evangelie naar Johannes. Johannes 20, vers 31 is. Johannes schrijft daar: Ik heb hier enkele wonderen opgeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in Zijn naam. De Eeuwige Zoon kwam in de wereld voor één doel: het redden van de mens. Toen de Zoon Zijn opdracht had vervuld, keerde Hij terug naar de Vader. Dat is de voortgang in het evangelie van Johannes. Hij schildert de donkere schaduwen van de komende vervolgingen, maar komt tenslotte uit in overwinning. Johannes 20 vers 31 omvat meer dan Bethlehem, gaat zelfs verder dan het heelal. Het rijk tot in de eeuwigheid, voorbij de grenzen van de oneindige ruimte, tot aan de troon van God. Het spreekt van de korte tijd dat de Heer Jezus op aarde doorbracht. Hij kwam uit de eeuwigheid en ging weer terug naar de eeuwigheid. En op een dag zal Hij terugkomen. Bent u er klaar voor? In de volgende uitzending lezen we Johannes 16, vers 29 tot en met 17, vers 1. Als bazuin geschalde des heren klinkt en Jezus' komst is daar, als de stem van de argangel klinkt in het rond... en de lucht vervuld is met gezang der heilige engelenschaar... zit het gans de schepping in die heil gestond. Als het bazaangeschal des Heren wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid... Luistert naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel at transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, Postbus 371, Postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.